Bij het presenteren van mijn tweede boek, het lanceren van mijn tweede boek, The Vibe, hadden wij een theater afgevuurd in Amersfoort, Theater de Flint. Er zaten 800 mensen in de zaal. En ik stond op het podium en de lampen schenen vol op mij. Maar er was één iemand in de zaal die gaf echt licht. Die gaf licht uit haarzelf. En dat was mijn moeder. Mijn moeder zat daar op de eerste rij, midden vooraan. En mijn moeder zat daar echt ongelooflijk trots te zijn. Voor positiviteit, tijd. Mensen die me kennen, die weten wel dat ik een positief ingesteld persoon ben. Ik noem mezelf ook wel eens manisch positief. Dat wil zeggen dat ik eigenlijk overal wel weer een positieve draai aan geef. En dat er ook wel een bepaald automatisme bij mezelf is. Voor positiviteit. Ik ben heel vrolijk en heel energiek en heel enthousiast vaak. En dat is heerlijk. Dus daar geniet ik ook heel erg van. Ik vind het ook echt ontzettend fijn om met mijn passie voor positiviteit en mijn passie voor positieve psychologie, om daarmee bezig te zijn. Ja, ik geloof in mogelijkheden en wat dat betreft ben ik ook echt een optimist. Ik geloof dat ook alles dingen beter kunnen worden en daar ook gewoon mijn best voor wil doen. Ja, wees in essentie gewoon al echt blij met wie je zelf bent. Ja, ja, wel met een soort gezonde, vind ik dan wel, gezonde drive om dingen te optimaliseren, beter te maken. Maar wel vanuit de gedachte, het is al goed. Ja. Dat is een heel klein iets, hè? Een heel klein iets. Dat kan het totale verschil maken. Dat is eigenlijk constant. En dan moet je ook weer niet te veel bij stilstaan. Want dan ben je dadelijk bang om te leven. Want dan zou je zo kunnen denken, wat als? Mm-hmm. Leef vooral. Ja. Voor positiviteit.